Welkom. Dit is het geluid van Groningen. 106.6 FM. Oog Radio. Het geluid van Groningen. Oog Radio. We hebben het er al een paar keer over gehad. De Social Sofa. Dus daar gaan we het nu ook over hebben. Maar dan echt met Sita Dokter. De initiatiefnemer van de Social Sofa. Sita, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Leuk dat je even aan de lijn bent om even ons bij te praten over de Social Sofa. Ik weet dat het om een bank gaat. Maar wat houdt het nou precies in? De Social Sofa is eigenlijk een project. Social Sofa zit ook in Tilburg officieel. Maar het is een project om mensen gewoon bij elkaar te brengen, samen te binden, dat ze iets doen. En dat ze dus ook gezamenlijk van die bank gebruik kunnen maken, prettig zitten, contact met elkaar krijgen. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van een Social Sofa. Oké, en waar komt de bank precies te staan? Die komt in het Hendrik de Vries plantsoen te staan in de Weijert. Oké, en hoe hebben jullie... want de sofa of de bank is dus gemaakt door buurtbewoners ook. Ja, dat klopt. Op wat voor manier is daaraan gewerkt dan? Wij hebben eerst een heleboel mensen bij elkaar proberen te krijgen. Nou, dat doe je via mond-op-mond reclame of een flyer. Nou ja, dan hoop je dat de mensen op afkomen. Nou, en toen hebben we een ruimte gezocht. Dat was hier best wel een beetje moeilijk in de Weijert. Maar uiteindelijk hebben we hier een kringloopwinkel die hier aan de Vlennerplaan zat. En die is helaas nu weg, bereid gevonden om een ruimte beschikbaar te stellen. En daar zitten dan een groep mensen samen aan een tafel op een soort stramienachtig iets, een mozaïek het ontwerp te maken. En daarna wordt er op de bank geplakt, gemaakt door Jacqueline Smit. Het is dus een bank wat gemaakt wordt van mozaïek? Ja, dus kleine steentjes. Het is een betonnen bank en daar wordt mozaïek op geplaatst. Oké. En ik ken de werken van, Jacqueline Smit, die is ook leuk bezig bij de Tuinwijk. Ja. Meestal stelt dat iets voor, hè? Dat is niet zomaar even wat mozaïekjes erop plakken en hatje idee klaar. Nee, er wordt over nagedacht. Er wordt echt over nagedacht. Er is hier ook met diezelfde bewoners, hebben we ook een avond om de tafel gezeten om te brainstormen wat moet er nou op die bank komen. Omdat het in de Weijert staat, iets met de Weijert te maken hebben uiteraard. Dus er zijn allemaal ideeën aangedragen en Jacqueline heeft dat dus uitgewerkt. Het is een heel mooi ontwerp geworden. Ik zou zeggen, kom gewoon kijken. Ja, om 9:30 wordt die onthuld. Nou, we hebben hier een kleine foto, al de sneak peek hebben we hier op de Facebook staan, onze sociale media. Ik zie azuurblauw op de zitting. Ja. En ik zie wat huizen zie ik erop staan. Ja, dat klopt. Het is het blauw, dat is lucht en ook het water van de vijver komt erin terug. In de Weijert staat zo'n olifantje in de vijver. Zien we ook op de zijkant, ja. Ja, precies. Mm. En de woningen, de huizen, ja, dat zijn dus toch de stijl woningen die hier in de Weijert zijn. Oké, en de Weijert is ook een buurt voor schrijvers. Heeft het daar ook nog iets mee te maken? Ja, dat staat op de achterkant van de bank. Oké. Er staan dus ook boeken op en een schrijver. Aha, welke schrijver komt daar vandaan dan? Oh, er zijn er een heleboel. Heel veel. Ja, een heleboel. Okay. Nou, wie schrijft, die blijft, of niet? Ja. Hè? Nou, in ieder geval in de vorm van deze bank dan. Ja, hè? Inderdaad. Ja. Maar mooi dat het zo vereeuwigd wordt. En het is dus de bedoeling van die bank dat die in het Hendrik de Vries plantsoen komt te staan. Of dat staat hij al waarschijnlijk. Jullie hoeven niet meer naartoe te sjouwen waarschijnlijk vandaag. Nou, dit was wel heel heftig hoor. Ja, ik kan me voorstellen. Betonnen bankje. Zit dat nou lekker trouwens? Ja, dat is persoonlijk hè. Oh. Ja, is een heel politiek correct antwoord. Ja, nou ja, goed. Heb je er al op gezeten? Ik nog niet. Oh. Nee, op deze niet. Oh. Wel op een andere bank ooit, maar niet op deze. Is het niet wat koud? Nou ja. Meestal heb ik met beton dat het toch de kou optrekt. Hè? Zo. Maar goed, wanneer zit je op een bank? Hè? Ik denk dat je in de zomer er heel aangenaam kan zitten. Je staat bij de vijver tegenover een speelplekje waar ook bij kinderen kunnen spelen. Ja. De Vondelflat is een seniorenflat. Dus vandaar ook de gedachte van, nou, dat past allemaal heel mooi bij elkaar. Oké.
Maar wel even, als je reuma hebt, even een kussentje meenemen. Nou ja, dat zou misschien wel handig zijn. Maar als je reuma hebt, moet je ook een deken meenemen om goed warm te blijven. Maar ja, de bedoeling is dat mensen rondom die bank elkaar ontmoeten en elkaar op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt. Met hunzelf en in de buurt. Exact. Nou, hartstikke mooi. Goed initiatief, Sita. Oké, dankjewel. Hartelijk dank dat je even aan de lijn wou komen. Is ook helemaal goed. Om 10:30 de officiële onthulling. Ja. Als je nieuwsgierig bent geworden, Hendrik de Vries plantsoen in de wijk de Weijert, ga kijken, ga zitten. Ja, inderdaad. Even een praatje maken met mensen. Ja. Misschien in het zonnetje. Wie weet. Hopen we, het blijft nog droog, hè, vanochtend. Ja, dat komt helemaal in orde. Nou, wij wensen jullie heel veel plezier en we komen eens even kieken. Dankjewel. Oké, Sita. Groetjes. Dag. Dankjewel. Dag. Doeg. Sita Dokter, de initiatiefneemster van de Social Sofa in de Weijert. Vandaag dus om 10:30 de onthulling. Ja, dat zal een feest worden. Nou, dat denk ik ook. Ik kan er niet bij zijn, maar ik ga binnenkort wel eens even kijken hoe dat erbij staat en hangt en ligt. En of die lekker zit, hè? Ja, inderdaad. Daar ga ik ook uitsluitsel over geven.